Voor de voorbereiding voor deze dag en dit nummer zijn er bepaalde disciplines en dingen onderweg bij mij gekomen om zodoende op zoek te gaan naar wat kan ik verbeteren. Memorizing, bepaalde melodielijnen, het nazingen. Ja, dat is iets wat ik eigenlijk niet zo vaak heb gedaan. Dus daarin heb ik mezelf wel weer in kunnen ontwikkelen. Ook het nummer eigen maken, fills. Ik ben niet echt een solist. Ik bedoel, ik kan wel wat spelen, maar ik wil meer gewoon de groove spelen en dat duidelijk doen. En uiteindelijk word ik nu uit mijn comfortzone getrokken om datgene te spelen wat dan het nummer vraagt. Dus echt op zoek te gaan naar de momenten wanneer ik kan exploreren als drummer zijnde. En ik denk dat dat een mooie rit is geweest om zodoende een nummer ja, echt eigen te maken. En ik ben benieuwd wat er straks gaat gebeuren. Gaandeweg dit hele traject hebben we een moment gehad dat we bij elkaar kwamen met alle drummers. Die al die nummers bij elkaar gingen presenteren aan ons. Dus daar gingen we ook feedback geven aan elkaar. Er waren ook twee externe gasten die dag bij. Jasper van Barendrecht en Emiel Bode. En die gaven ook waanzinnig goede feedback. En het toffe eigenlijk van alles was dat er een bepaalde energie ontstond onder de drummers. Dat je open ging staan naar andere invalshoeken. Je hebt normaal gesproken als je iets speelt, dat je dan, ja tof man, te gek. Of lekker gespeeld, goede timing. Dat het niet per se heel oppervlak, maar gewoon wel gewoon dat het een beetje op de basis blijft. Maar nu had je echt mensen die echt gingen inzoomen. Hoe speelde hij dat daar? Of hoe straalde hij dat uit? Of meer dynamiek? Daar hoor ik wel een belletje extra. Gewoon echt een beetje de technische details voor een drummer, zeg maar. En dat was echt heel tof. Daar heb ik persoonlijk veel aan gehad. Gewoon, je krijgt opeens 8 spiegels voor je, weet je wel? Dat is eigenlijk het meest waardevolle wat je in een in 3 uur tijd, wat je misschien wel in een half jaar kan bereiken. Dus dat is echt, ja, was echt gek. Ik ken mezelf een beetje in dit soort situaties. En dan moet ik het natuurlijk straks gaan waarmaken. Maar er komt straks een hyperfocus naar boven die ik nu al voel. En dan gaan we het gewoon doen. En ik wil dit halen, dus ik ga dat bereiken. Dat is een beetje mijn mindset. Ja. Ja, 4 takes uiteindelijk. 3 takes en daarna even een kort breakje om even weer terug te komen. Kijken of dat dan misschien wel nog wat lekkerder gaat. Maar take 2 was eigenlijk het beste. En dat was eigenlijk ook wat voelen. Die ruimte, my god. Het is zo lekker om dat op je oortjes terug te voelen. Zo'n akoestiek als hier. De kit klinkt als een baas. Ik voel me ook nu koning. Dat is het. Ik voel me gewoon baas. Het is lekker. Als alles mee zit. Als de track goed zit. Als het spel technisch goed in elkaar zit. Dynamiek. Je krijgt het terug te horen. Ja man, ik zat er lekker in. Fucking vet. Het verschil tussen wekelijks drumles en 1 keer per maand een coaching sessie hebben, er zit echt heel veel verschil in. Want wekelijks drumles voelt een beetje op zo'n schoolse manier. Zo moet je leren drummen, dat is echt wel waar. Je moet dan studeren, je moet je huiswerk maken. Alleen wat ik nu zo tof vind, is dat het een beetje gaat ademen. Hè? Je gaat 1 keer per maand ergens naartoe, je komt het vol energie en nieuwe inspiratie terug. Waarbij je dat weer kan laten rusten, er zit geen druk op, oké, je moet het oefenen. Maar je hebt gewoon een aantal weken de tijd om het te laten bezinken. En dat werkt gewoon heel goed. En sterker nog, want als je daar weer komt en je hebt het niet gedaan of je hebt het een keertje aangetikt, dan ga je weer een nieuw proces in. En zo blijf je eigenlijk kleine elementen verzamelen die je uiteindelijk bij zo'n climax zoals dit weer dan bij elkaar brengt. Ja, dat is echt iets, dat voelt altijd zo goed. Het is altijd even een uitstapje, een nieuw avontuurtje. Stel je hebt een beetje een slechtere week, dan voel ik me soms wel een beetje als de kaas van een Cordon Bleu. Weet je wel, dus die sompigheid van de kaas van een Cordon Bleu. Maar als je dan eens op zo'n sessie komt, dan ben ik weer helemaal opgeladen en dan ben ik een bloem die straalt. Ja.